om technologische innovaties en digitale ontwikkelingen te bevorderen, vond vanmorgen de ondertekening plaats van een Memorandum of Understanding, MOU, tussen Telesuur en de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Beide partijen zullen hun expertise inzetten om vooruitgang van educatie en het verbeteren van de digitale infrastructuur te bewerkstelligen. De samenwerking tussen Adecus en Telesuur kwam in 2011 tot stand en wordt met de ondertekening vandaag uitgebreid. Een van de belangrijkste punten in deze MOU is het oprichten van een Telecom Academy. Telesuur-directeur Mike Antonius onderstreept het belang van het veiligstellen van de digitale toekomst van Suriname en het opleiden van het ondersteunend kader. Er moet volgens Antonius meer aandacht worden besteed aan het ontwikkelen van digitale talenten. De voorzitter van het Adecus-bestuur, Shanti Venetiaan, voegt eraan toe dat er vanuit de universiteit voldoende kader zal worden opgeleid voor het ondersteunen van dit doel. Kijk, in eerste instantie is het ons al onbekend dat er een grote digitale kloof is tussen de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden. Die digitale kloof lijkt alleen maar groter te worden. Er is een wereld, een mondiale digitale economie gaande, waaraan wij in de ontwikkelingslanden nog onvoldoende in participeren. En om het specifiek te hebben over Suriname, we participeren er onvoldoende in. Er zijn genoeg mogelijkheden om online werk te vinden en van huis uit te werken, maar dan moet je in eerste instantie daarvan aware zijn, in tweede instantie de mogelijkheden beschikken om ook aan die economie mee te kunnen doen. Omdat het schaars kader is, dus de docenten die we nodig zullen hebben, liggen niet voor het oprapen in Suriname en ze hebben een hoog prijskaartje. Dus daarin zullen we hopelijk in een samenwerking toch die dienst kunnen bieden. En ook in ons onderzoek, in onze dienstverlening, zou ook trainingen verzorgd kunnen worden en dergelijke. Om dus Suriname echt voor die digitale zekerheid, te kunnen krijgen voor Suriname. Het ultieme doel van de samenwerking is om een gigabit samenleving te creëren in Suriname en de digitale toekomst van Suriname veilig te stellen. In overige regio's wordt er reeds hieraan gewerkt. Volgens Antonius is het hoog tijd dat het werk voor het creëren van de infrastructuur hiervoor wordt neergezet. Wat willen we hier digitale talenten gaan ontwikkelen die hun later moeten van ons moeten overnemen? Om ook nog eens een keer hun bijdrage te leveren om de digitale toekomst van Suriname veilig te stellen, dan moeten de randvoorwaarden aanwezig zijn. Wat is het mogelijk om te kijken naar samenwerkingsmanieren om topdocenten misschien naar Suriname te krijgen, waarbij we een programma kunnen gaan ontwikkelen, waarbij er talenten, ik heb het dan niet gewoon over netwerkbeheer, ik heb het ook over programmeren, coderen. Weet je, want dat is wat er met name een talent ook nodig is. Nu zie je wat prachtige initiatieven, onder andere van de hackathon. En ik vind het geweldig, maar er moeten meerdere van dat soort initiatieven komen. Ook met certificeringsprogramma's. Dus waar wij met andere instituten ook misschien een brug mee kunnen slaan, zullen wij dat doen binnen onze mogelijkheden. Maar belangrijk is, het is niet gewoon dat we een verbinding hier komen leggen en daarna is het af. We willen werken naar een structurele oplossing van het ontwikkelen van digitaal talent. Met deze ondertekening zet Telesuur weer eens een stap in de richting van duurzame technologische ontwikkeling in de vorm van samenwerkingen voor betere onderwijsvoorzieningen in Suriname.